vind wel dat we uiteindelijk elkaar hebben laten zitten. Want weet je wel, 4-1, ja, dat gaat veel te makkelijk. En dat mag niet op deze manier gebeuren. Dus daar moeten we wel van leren. Maar ik ben niet in paniek op het moment dat wij eens een keer een wedstrijd verliezen. Ja, trainer Richard IJzega, je verliest met 4-1 hier bij Ter Leden. Wat is er allemaal fout gegaan met jouw ploeg? Nou, een heleboel. Nou ja, goed, weet je, je bent een beetje voor de wedstrijd bang dat dit soort wedstrijden gaan komen. En, we zijn er de hele week mee bezig geweest, omdat je natuurlijk van de week een prima prestatie hebt geleverd in die beker. En dan weet je uit ervaring dat dit hele lastige wedstrijden worden. Dus daar hoop je dan niet op, maar uiteindelijk is het wel gebeurd. En is het dan onderschatting of moeten jullie het spel maken, laten zij jullie te veel komen? Nou ja, we hadden wel heel veel moeite met hun manier van spelen. Alhoewel we wel wisten dat dit ging gebeuren. We wisten dat we de bal zouden krijgen, maar daar hadden we gewoon heel veel moeite mee. Puur om het feit dat te veel jongens gewoon niet brachten wat ze normaal kunnen brengen. En nou ja, goed, daar moeten we ook niet al te paniekerig over doen. Het is... Ja, we waren gewoon te veel mensen onder de maat en dan ga je wedstrijden verliezen. Dus je houdt het voorlopig wel vandaag van vandaag terecht bij gewoon een off day? Nou ja, goed, zo simpel wil ik het niet zeggen, want ik vind wel dat we uiteindelijk elkaar hebben laten zitten. Want weet je wel, 4-1, ja, dat gaat veel te makkelijk en dat mag niet op deze manier gebeuren. Dus daar moeten we wel van leren. Maar ik ben niet in paniek op het moment dat wij eens een keer een wedstrijd verliezen. En waar zit dat gevaar dan in? Je hebt misschien een feestje gevierd de afgelopen weken, gewonnen bij de Treffers. Dat het dan daarna toch gewoon een iets minder affiche is? Nou, ik weet niet. Nee, want daar hebben ze uiteraard voor gewaarschuwd. Maar het heeft er wel mee te maken. We hebben daarvoor tegen Stappers uit. We waren nog ongeslagen. We hebben het eigenlijk tot nu toe prima gedaan in de voorbereiding. We hebben het ook prima gedaan in de competitie. We hebben het prima gedaan in de beker. En dan weet je ook gewoon, en dat is wat ik bedoel, daar moeten we niet van in paniek raken, dat er eens een keer een dag komt dat het wat minder gaat. En vandaag was dat die dag. En als je dan een aantal mensen hebt die nog wel... zeg maar het niveau hebben en die kat kunnen trekken, dan heb je nog een kans. Maar vandaag waren het te weinig mensen die hun normale niveau halen. Is dit dan een wedstrijd waar jij clichématig heel veel van opsteekt? Nou ja, goed, weet je, ik ben zelf ook voetballer geweest en uiteindelijk weet je, ja, je bent niet iedere week top en je kan niet iedere wedstrijd winnen. En deze wedstrijden zitten helaas gewoon tussen, hoe frustrerend ook. Als je trouwens kijkt, maak even een sprongetje naar de coronacrisis. Heb jij met jouw ploeg het liefst van voetballen te kosten van alles? Of het mag ook wel stilleggen als het allemaal op deze manier moet en dan komen nog meer maatregelen aan? Nou, uiteindelijk voetbal je wel om bepaalde redenen. En dat is zeker voor het publiek en zeker voor de gezelligheid uiteindelijk na de wedstrijd. En als dat allemaal wegvalt, dan ja, uiteindelijk denk je wel van ja, dit moet niet al te lang gaan duren. Want ja, er is weinig aan op het moment dat er niemand komt kijken en in deze situatie je wedstrijd moet spelen. Heb je dan liever dat het gewoon helemaal stilgelegd wordt voor alle ploegen? Nou ja, goed. Weet je, je krijgt natuurlijk ook enorme scheefgroei in de stand. Want er zijn bij ons ploegen die hebben er 6 of 5 gespeeld. En er zijn de ploegen die hebben er 3 gespeeld. Dus uiteindelijk ja, in die stand komt ook een enorme scheve verhouding, zeg maar. Ja, toevallig speelden jullie Ter Leden en jullie vorige week ook allebei niet. Nog even 1 dingetje dan. Jullie wonnen deze week bij de Treffers met 2-1. Dan speel je thuis tegen Achillesveen, een ploeg dat lager speelt. Begin je al in je handen te wrijven, want zo, dat kan wel een mooi jaar worden met wie weet wat voor ploeg er straks komt. Nee, totaal niet, maar dan kan Achillesveen toevallig goed van Schravenzande. Dat is een hele goede ploeg. En die staan bovenaan in die hoofdklasse. Dus misschien is dit wel een mooi moment om dit aan te halen voor die bekerwedstrijd. Want wij moeten gewoon helemaal niemand onderschatten. En we moeten iedere week alles geven om resultaat te halen. Mooie waarschuwing inderdaad vandaag, ja. Precies. Ja.